Hallo allemaal, welkom bij mijn Wizard en vandaag heb ik voor jullie even een nieuwe video weer. En vandaag heb ik voor jullie weer een Wand-achtig video. Ik ga in ieder geval over Wands hebben. Of tenminste, zoals jullie aan de titel hebben gezien, mijn 5 characters waarvan ik de Wand nog wil zien uitkomen. We hebben natuurlijk, vorige week heb ik een video gemaakt natuurlijk van Hagrid's stok. Dat is een stok die we al heel lang wouden. Bijna iedereen eigenlijk wel die een beetje into wands is. Of überhaupt in props. Want het is ook gewoon een beetje een prop natuurlijk. Iedereen wou dit ding natuurlijk hebben. Want het is gewoon gaaf om een Hagrid's parapluutje te hebben. Er zijn nog een aantal characters waarvan ze eigenlijk best wel grote characters nog. Tenminste, een aantal characters hiervan zijn best groot. Maar we hebben daar nooit een wand van gezien. En waarom? We hebben geen reden. Laten we maar gewoon overgaan naar de characters. Oh ja, en van alle characters waarvan ik een wand exemplaar heb kunnen vinden, gewoon een foto of zo, die zal ik gewoon laten zien in de video. Natuurlijk laat ik ook de characters zien, foto en zo. En dan een wand foto daarvan, als ik de wand heb kunnen vinden. Ik zal natuurlijk bij de character vertellen of ik een foto van de wand heb kunnen vinden. Goed, laten we maar naar de eerste gaan. Deze lijst heeft geen orde of zo. Ik ga gewoon over. Het is gewoon random van character naar character. Het is niet alsof ik van één character de wand liever zie dan de andere character. Ik wil ze gewoon van allemaal even graag zien. De eerste personage is natuurlijk de character, de eerste villain van de eerste film, Professor Krinkel. Ik heb daar geen stokfoto van kunnen vinden. Ik heb mijn best gedaan, maar ik heb geen officiële foto kunnen vinden. Want we hebben zijn wand ook nooit kunnen zien in de film. Hij heeft hem nooit gebruikt of wat dan ook in de film. Dus we hebben er ook geen look naar kunnen nemen. Dus daardoor is er waarschijnlijk ook niet echt snel een foto van. Maar dat is sowieso een van de characters die we willen zien. Het is de eerste villain. Natuurlijk was het deels ook Voldemort. Maar Professor Krinkel was een deel ervan. En hij is toch wel een character die waarvan ik persoonlijk heel graag zijn stok toch wel wil zien. Want ik denk dat zijn stok best wel interessant kan zijn. Want zijn character is ook best wel interessant. Dus laten we hopen dat hij op een dag misschien uitkomt. De volgende is Gladianus Smallheart. Of ik weet niet hoe hij zijn naam in het Engels ook weer uitspreekt. maar in ieder geval, dit is een character die natuurlijk in de tweede film. Het was een half goede, half slechte dude. Het was gewoon natuurlijk een dombo. We kennen hem allemaal. Gladianus Smallheart. Natuurlijk hebben jullie nu een foto kunnen zien. En ik heb daar ook wel een foto van de wand kunnen zien. Het is een soort van foto ervan, een soort van hoe die eruit zou moeten zien zo'n beetje. Het is een exemplaar in ieder geval ervan. Het is een character die de wand, hoe die eruit ziet, is al bekend. Er zijn best wel veel foto's van. Maar de wand is nooit uitgekomen in een normale doos of überhaupt een doos van wat dan ook. Wat best raar is, want de character is best populair. En ik denk dat zijn wand is in het algemeen, ik vind hem persoonlijk er niet heel veel bijzonders uitzien. Alleen het handvat is een beetje bijzonder. Maar het is wel een wand die ik graag in mijn collectie zou willen hebben. Dus laten we hopen dat die ooit ook nog een keer uitkomt. Want als ze zelfs de paraplu van Hagrid maken, dan kunnen ze heus wel de stok van Smallheart maken. De volgende is van Lily Potter natuurlijk. We hebben natuurlijk van Harry hebben we natuurlijk een wand gekregen. We hebben zelfs van de zoon van Harry een wand gekregen. We hebben van James Potter een wand gekregen. Maar we hebben nooit van Lily Potter een wand gekregen. Ik heb van Lily wel een soort van exemplaar kunnen vinden. Ik weet niet of het officiële exemplaar is. Want het is het enigste foto die ik kon vinden. Maar zover die eruit ziet op die foto, vind ik hem nog best oké eruit zien. Het is toch wel een character die best populair is. Het is net zo populair als James. En van hem hebben we zo'n wand zelfs 2 keer gekregen in een wand set. En je kan hem ook nog eens apart kopen. Ik heb hem zelf natuurlijk 2 keer. En in het algemeen is zo'n wand, het is nu een soort van unieke wand. Het is natuurlijk gewoon een normaal steeltje met spinnenwebben eroverheen. En in het algemeen, de wand was, we hebben de wand wel tenminste een look naar gekregen. Van Lily hebben we dan nooit een look gekregen. Maar toch wil ik haar wand zien. Of het nou een populaire character is of niet. Ik wil haar wand zien. De volgende character is Madame Hoog natuurlijk. Onze favoriete docent in Zwerkbal. Het is een character die we maar heel weinig hebben gezien. Hebben we er in de tweede film gezien?
Volgens mij een hele snelle look. Maar we hebben natuurlijk voornamelijk hebben we er in de eerste film alleen gezien. We hebben haar wand heel even kunnen zien. Ik heb geen exemplaar echt ervan kunnen vinden. Dus ik heb ook geen foto. Want er waren heel veel soorten mensen die hem hadden nagemaakt. Maar de ene had hem op die manier en de andere op dat manier. Er waren heel veel soorten en ik kon gewoon niet vinden of welke nou officieel was. Dus ik heb hem niet kunnen vinden. Ze heeft natuurlijk de wand wel een keer uitgestoken naar Lubbermans. Toen zijn bezem was behekst en alles. Dus was hij eigenlijk behekst? Ik weet het niet eens meer. Maar in ieder geval, dit is toch wel een character waarvan ik de wand toch wel altijd benieuwd naar was geweest hoe dit nou eigenlijk volledig uitzag. Ook al hebben we hem dan heel kort maar gezien. Maar ik wil hem graag zien. En dan de laatste character, Cornelius Fudge. Cornelius Droebel. Zijn wand heb ik hier gelijk natuurlijk samen met zijn character natuurlijk hoe die eruit ziet. Zie je gelijk zijn wand ook. Het is een best unieke wand en ik begrijp niet waarom zijn wand nooit is gemaakt. Hij is een character die best wel veel films is gezien. Dus ja, hij is in redelijk wat films gezien. Hij is in 3 films volgens mij gezien. Even kijken, hij is in de gevangenen van Azkaban, de geheime kamer is die ook gezien, de vuurbeker en in de orde van de Phoenix. En we hebben nooit zijn character wand gekregen. Wat ik best apart vind. Onze wand ziet er op zich best tof uit. En ik wil hem best wel graag hebben. Maar we hebben hem nooit gekregen. Waarom? I don't know. En ja, laten we hopen dat wij zijn wand ooit nog gaan zien. Want het is toch wel een best unieke wand. En de characters in het algemeen, ook al is het een best wel een lummeltje. Wat zeg ik eigenlijk? We hebben hem zelfs in Fantastic Beasts gezien. Like, bam. Waarom is die niet? Waarom bestaat dat wand niet? Like, waarom? Waarom? Ik weet het niet! Goed jongens, dit waren de 5 characters waarvan ik hun wands nog wel zie. Laat me in de reacties weten wat jullie top 5 characters is waarvan jullie de wand zien, nog willen zien. En als jullie voor de rest afvragen van waarom zitten hier geen Fantastic Beasts characters in. Puur omdat er tot nu toe geen echt Fantastic Beasts characters zijn waar ik benieuwd naar ben van hun wand ofzo. Dus in ieder geval, dit waren de characters. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. En ik zie jullie natuurlijk allemaal weer in de volgende video. Laters.